We weten dat als je praat over sociale ontwikkeling, dan ligt onderwijs altijd ten grondslag aan het verder brengen van organisaties en zelfs van landen. En toen hebben we besloten om het universiteitsfonds te steunen. Met name ook om gewoon jongeren die de capaciteit hebben, maar niet de financiële middelen, in staat te stellen om een topopleiding te volgen. Het leveren van een financiële bijdrage is één, maar je hebt ook een netwerk. Je hebt zelf kennis en ervaring die je ter beschikking kunt stellen. Dus wat voor ons heel belangrijk is en voor mij persoonlijk heel belangrijk is, is dat er toch een relatie ontstaat. Niet opgedrongen. Het moet ook komen vanuit de beursstudenten. Maar ik wil het wel aanbieden. Ik wil wel zeggen, ik wil met je sparren. En als je iets nodig hebt aan kennis, aan ervaring, aan advies, maar ook het openen van deuren, dan ben ik er. Ik heb op dit moment contact met twee jongens uit Liberia. Dat is gewoon, dat inspireert mij. Het is ook mooi en hoopvol om te zien dat dit soort mensen opgeleid worden en op een gegeven moment ook kunnen helpen in hun land de veranderingen door te voeren die nodig zijn om zo'n land verder te brengen. En dat is prachtig als je daar een bescheiden bijdrage aan kan leveren. Dus die jongens die hebben dat meegekregen in dit geval, en dat geldt voor meer beursstudenten, komen uit een setting in hun thuisland waar grote problemen zijn. En hebben dus eigenlijk al van nature de drive om onderdeel van de oplossing te worden. En zien de tijd die ze hier kunnen doorbrengen als een enorme gift om hen voor te bereiden op dat werk. En dat vind ik dus echt mooi leiderschap. En laten we ook als Tilburg University trots zijn op het feit dat we dat doen. De impact van wat wij hier doen, duurt misschien wel een generatie. We veranderen echt het leven van die mensen. En zij kunnen daarmee de impact maken die nodig is. Ik zie dat echt ook als een verplichting eigenlijk. Dat je helpt om de generatie die het moet gaan doen in de komende 10, 20, 30 jaar, om die ook in de gelegenheid te stellen dat te doen. En soms is maar een klein zetje in de rug nodig. En uit eigen ervaring weet ik, en daar doe je het niet voor, maar het is voor jezelf ook heel bevredigend om op een gegeven moment te zien dat je bij kunt dragen aan iets wat groter is dan dat je zelf bent.